DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag weer een thuiswedstrijd, de laatste voor de winterstop. Ik hoop niet de laatste voor jou, Bert. Nee, zeker niet. En onder prachtige omstandigheden natuurlijk, gecreëerd door de vrijwilligers. Precies. Ik had helemaal niet nagedacht over deze opmerking van mij. Ik kom zomaar spontaan boven. Maar het is heel gek. Ja, heel vreemd. Maar laten we het mooi lekker over voetballen hebben, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. ONS Sneek. Ik las de voorbeschouwing van ONS Sneek. En daar spreken ze met werkelijk, of schrijven ze, met werkelijk enorm veel ontzag en respect over DVS. Dat is logisch, denk ik ook, Bert. Ja, blijkt dat wij toch als elftal en als vereniging toch altijd wel goed erop staan bij, ook bij andere verenigingen. Ook gezien de speelwijze, hoe we het uitvoeren, hebben we dat waarschijnlijk afgedwongen. Aan de andere kant is het natuurlijk soms ook een beetje zo dat je jezelf ook in een underdog positie kan neerzetten. Maar in dit geval staan er vandaag twee ploegen tegenover elkaar die in een goede vorm steken, dus dat belooft wat. Ja, dat is een beetje een moeilijke trainingsweek natuurlijk. Hè? Je hebt de wedstrijd tegen IJsselmeervogels gehad. De eerste half uur schijnt heel aardig te zijn geweest. Hè? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de hele wedstrijd voetballend erg goed was. Dat zag je niet terug in het aantal doelpunten, om het zo maar te zeggen. Maar de uitvoering was prima. Maar het belangrijkste was natuurlijk dat je lekker met je lichaam bezig kon zijn. Dat je die prikkel kreeg. Dat je toch in die modus blijft van het competitievoetbal. En donderdag hebben we ook gewoon lekker kunnen trainen. Ja, en dat is toch ook wel weer te danken aan die familie, hè? DVS. Ja, het is fantastisch. Ik ben hier gisteren nog geweest en als je dan ziet dat zoveel mensen bezig zijn om het voor ons hier allemaal te realiseren, dat vergeet je nog wel eens als sportman. Maar die vrijwilligers zijn ongelooflijk. Het is niet alleen hier nu met het veld of wat ze helemaal sneeuwvrij hebben gemaakt, maar iedereen doet zijn beste een beetje voorzetten om te zorgen dat wij hier vandaag kunnen zijn. Maar wat je gisteren hebt gezien, dat was niet normaal, nee. ONS Sneek, gevaarlijke ploeg, denk ik. Ja, het is gewoon een heel enorm collectief. Sterk fysiek achterin, slimme jongens op middenveld en voorin heel veel creativiteit en snelheid. Dus een hele uitgebalanceerde ploeg. Maar dat is die van ons ook, hè? Ja, dat klopt. Ja, we weten gewoon dat wat we van plan zijn, om het zo maar te zeggen. We weten hoe we het uit moeten gaan voeren. Nogmaals, we steken een hele goede vorm. En je moet dat vanmiddag dan uiteindelijk gaan laten zien middels een overwinning. Ik vermoed ongeveer dezelfde opstelling als verleden week. Ik heb hem nog niet gezien. Nou, sterker nog, je hebt hem gisteren toegestuurd en ik heb me daaraan gehouden, Piet. Hartstikke goed. Bert, we wensen je namens DVS TV en heel veel supporters, want dat heb je. Heel veel succes. Dankjewel, we gaan ervan genieten. En de scheidsrechter, de heer Berben, maakt een begin aan deze wedstrijd tussen DVS 33 en ONS Sneek. Met DVS gelijk in de aanval. Het zal toch niet waar zijn dat binnen een minuut DVS weer hetzelfde geintje uithaalt als verleden week. Kan nou Roald de Vries op een goede bal op Maurice de Ruiter, zeg. Precies in de voetjes. Maurice de Ruiter, wat gaat hij doen? Hij gaat daar twee man voorbij. Hij schiet daar net naast. Wat een prachtige actie van Maurice de Ruiter. En die bal van Roald de Vries eerst al. Fantastische actie. Helaas rond hij niet af. Doorkop is van Maurice de Ruiter. Daniel van Warf opnieuw balbezit voor Koen Vloedgraven. Goeie bal op Benjamin Roemion. Benjamin Roemion. Oh, schiet eigenlijk niet op de goal. Daniel van Warf nog. Komt Benjamin Roemion nu? Het ontbreekt nog even aan de laatste fase. Maar opnieuw gevaar voor de goal van de keeper van ONS Sneek. Barry Dieterweg. Kan hem nog net binnenhouden. Strakke voorzet. Kai Velda, daar heeft de doelman de nodige moeite mee, maar hij heeft hem wel. Barry Dieterweg. Stand hier nog steeds 0-0. Betere kansen zijn voor DVS, voor de thuisploeg. Oh, maar daar, González. Even een klein slippertje en Paul Epping redt hier DVS op een achterstand. Het was net genoeg, González. Eventjes het opletten van Dennis Holland was er niet. En González met een schot. Paul Epping redt heel goed. Maar Benjamin Roemion op landing op zijn hoofd. Roald de Vries. Komt die voorzet. Moet goed zijn. Lekker schot! Kai Velda! Door de benen van keeper Dieterweg. Wat een mooie goal. Wat is dit verdiend om toch voor de rust die 1-0 erin te knallen. Zo rond je een goal af.
Kai Velder maakt hier de 1-0 voor DVS 33 tegen ONS Sneek. En dat is een lekker moment om net voor rust op 1-0 te komen. Aangezien de kansen is dit ook echt wel terecht dat DVS op een 1-0 voorsprong komt. Misschien Maris de Ruiter nu wat kritisch kan doen. De bal belandt wel bij Niels Buitenhuis met de buitenkant. Maar keeper Barry Dietewig staat regelmatig goed opgesteld. De eerste helft gebeurde er wat meer dan nu in het eerste kwartier. DVS vindt het wel even prima. En nu goede bal van Joran van Zanten naar de tweede paal. Die moet erin. Ja, dat is het doelpunt voor DVS. 2-0 in de 14e minuut van de tweede helft. Het is Maurice de Ruiter die de voorzet van Joran van Zanten in de goal werkt. Hij leek nog even aangeraakt onderweg. En zo staat DVS op een hele comfortabele 2-0 voorsprong. En dat is mooi. ONS liet het een beetje gebeuren en dat zie je ook aan de spelers. Ze staan naar elkaar te kijken. En zo is het inderdaad in de 60ste minuut 2-0 voor DVS. Allereerst na deze wedstrijd DVS 33, ONS Sneek, de aanvoerder Dennis Hollard. Dennis, tevreden? Ja, zeker tevreden. Ik denk ook een terechte overwinning. En ik denk dat het ook tijd werd dat we weer een keer thuis wonnen. Dat is een paar weken geleden natuurlijk. En we zijn eigenlijk, we hebben genoeg kansen gecreëerd. En eigenlijk te weinig gemaakt, maar terechte overwinning hier al. Wat mij opvalt is dat jullie groeien als team. Dit is nu de derde keer achter elkaar in dezelfde opstelling. En dat het groeit. Ja, ik denk je vertrouwt elkaar op een gegeven moment. En je ziet ook dat we elkaar steeds meer gaan helpen. En dat is het belangrijkste als je een teamverband speelt. Ja, en dan kun je elkaar helpen als het even moeilijk gaat met een ander. Ja, en dan zie je toch dat we tot veel in staat zijn. Vorige week, deze week weer. En het is nu helaas dat het winterstop is, dat we die lijn niet door kunnen trekken. Maar ik denk dat iedereen wel even rust nodig heeft. Je sprak over een volkomen terechte overwinning. Wat vond je van ONS Sneek? Viel je het eigenlijk een beetje tegen? Het valt niet tegen. Kijk, Sneek is een ploeg die wat minder kwaliteit heeft dan ons. En wij voetballen ons er makkelijk onderuit. En hun hebben gevaar voorin met snelle jongens. En dat hebben we aardig goed kunnen dichthouden natuurlijk. Ze hebben niet gescoord. Ze hebben wel wat mogelijkheden gehad. Maar voor de rest denk ik dat wij gewoon de hele wedstrijd gedomineerd hebben. Ja, en precies. En in de verdediging loopt het inderdaad voortreffelijk. Want als je die gevaarlijke aanvallers kan controleren met elkaar. En met de nadruk op met elkaar. Dan doe je het gewoon hartstikke goed, hè? Ja, dat doe je zeker goed. Ik denk dat je staat met z'n vier achterin en de middenvelders ervoor. Je bent met de hele ploeg bezig. En dan is het gewoon lekker dat je de nul houdt weer. Je bent een gelukkige aanvoerder en je gaat volgende week lekker keihard aan het werk. Want de kerst komt eraan, hè? Ja, inderdaad. Ik ben een gelukkige aanvoerder natuurlijk. Dat je winnend afsluit, dat we bovenin blijven doen. Ja, en volgende week wordt het even wat anders dan alleen maar voetballen. Ja. Op naar de vis. Ja, hard werken. Oké, Dennis, bedankt. Beide trainers na afloop van deze wedstrijd, DVS 33, ONS Sneek, Bert van Hunestein en Chris De Wacht. Ik heb niet het idee dat jou gelijk De Wacht wordt aangezet na zo'n 2-0 nederlaag. Chris? Dan moet je bij bestuur zijn, hè, bij TC. Maar we hebben vandaag verdiend verloren tegen een betere tegenstander. En je moet absoluut top zijn om van DVS te winnen. En waren we vandaag niet. En zij waren redelijk goed. Dus ik denk dat hun trainer misschien nog wel dat denkt, we kunnen nog wel beter. Maar dat is gewoon een verschillende kwaliteit. En daar kan ik heel lang en heel lang moeilijk over doen. Maar dat is gewoon de realiteit. En we hebben een mooie serie gehad. Vandaag helaas een te goede tegenstander. En dan houdt het even op. Heb je nou ook nog tijd om te kijken naar je tegenstander? Kun je daar ook nog van genieten of zo, of niet? Nee, niet echt. Nee, dan ben je toch bezig. Kijk, het zijn mooie individuele spelers. Dus dat weet je. Alleen niet zo dat ik daar nou echt van sta te genieten. Je bent meer bezig dat je nog iets probeert te veranderen. Net iets anders neerzetten.
We realiseerden ons van tevoren. Dat op zich kwam dat wel uit in de manier van hoe zij speelden. Alleen wij voerden gewoon dat niet, het strijdplan niet goed genoeg uit. En dus daar ben je constant mee bezig van, kun je dat nog een beetje aanpassen. En dan ben je minder bezig met hoe goed DVS is, of niet goed. En waar we hun nog pijn kunnen doen. Ik heb wel steeds het idee gehad dat we nog wel hun pijn konden doen. Het was niet zo dat we nog helemaal geen kans hebben gecreëerd. Alleen ja, DVS beduidend meer. En dus hadden we te moeilijk mee. Een paar seizoenen geleden, dat herinner je nog wel. Hè? 2-0 achter en toen gebeurde het ook. Hè? Ja, je herinnert het me elk jaar nog weer aan die vrije trap, hè, waar je op doelt. Dat was toen vlak voor de winterstop, ook de laatste wedstrijd voor de winterstop. 6 punten voor op DWS volgens mij, of 4. En we hadden eigenlijk niks in te brengen. Beetje naar voren, 1-1 of 2-1. En toen maakte ik nog een vrije trap. Dat zijn mooie herinneringen. Ja, dat zijn mooie herinneringen. Bert, wat moet jij ongelooflijk blij mens zijn met deze laatste twee wedstrijden. Verleden week tegen Jong Almere City. En nu tegen ONS Sneek. De ploeg is in vorm. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ons vorige week beter vond spelen dan vandaag. Maar ja, als je wedstrijden wint, dan is iedereen gelukkig natuurlijk. Compliment natuurlijk ook voor de mensen van de vrijwilligers die gisteren natuurlijk ongelooflijk veel energie hebben gestoken in het vrijmaken, sneeuwvrijmaken van dit veld. En dat heb ik ook tegen die jongens gezegd. Als deze mensen zoveel energie in de wedstrijd stoppen, of om te zorgen dat wij kunnen voetballen, moet je net zoveel energie teruggeven. Ik moet zeggen, de eerste helft in balbezit hebben we redelijk goed gedaan. In de eindfase vond ik ons erg slordig, onrustig voor de goal. Te gehaast, dat was jammer. Maar ja, gelukkig kom je wel op 1-0 voor en dan zit je in een redelijke zetel. Een ruststand van 3-0 of 3-1 zou heel reëel zijn geweest, Bert. Nou, ik moet wel zeggen, kijk, we hebben een paar cornerballen gehad en toch een paar vrije trapmomenten dat je altijd weet dat ONS Sneek daar het verschil in kan maken. Maar qua kansen hadden we zeker met 2-0 de rust in moeten gaan. Dat doe je niet en dan hou je Sneek in de wedstrijd. En dan weet je dat ze altijd nog in staat zijn om nog wat meer gas te geven. Maar dat echte offensief kwam dan niet de tweede helft, gelukkig voor ons. Wat mij opvalt, dat is dat het team toch overduidelijk bezig is om de partij naar zich toe te trekken. Na die 2-0 gewoon ook ballen het stadion uitjagen als het even moest of wat dan ook. Dat vind ik opvallend verschil met wat DVS ook wel eens een keer altijd probeerde voetballend oplossingen. Tot en met de laatste minuut en daar gingen ze wel eens de Bietenburg mee op. Ja, daar hebben we ook heel veel over gesproken. Dat het rendement zowel aanvallend als verdedigend omhoog moet. En verdedigend betekent dus gewoon als je weet van ja, er zit niks meer in. Dan ros je maar gewoon weg. Dan heb je in ieder geval niet de kans voor Sneek om dat ze in omschakeling de goede dingen kunnen doen. Ik vond wel dat we na de 2-0 wat nonchalanter werden, wat ongeconcentreerder. En dan kunnen nog heel veel dingen fout gaan. Maar nee, ik denk dat 2-0 een redelijke eindstand is voor deze wedstrijd. Toch vond ik, Chris, jouw ploeg niet een dusdanige ploeg dat jullie zijn geen degradatiekandidaat. Absoluut niet. Een goede middenmotor vind ik, ONS Sneek. Vind je zelf ook, denk ik ook, Chris. Nou, we kunnen genoeg wedstrijden winnen, maar dan moeten we wel top zijn. En dan, nou ja, goed wil ik zeggen, dat waren we vandaag, vond ik niet. En dat heeft ook met de tegenstand te maken, dat realiseer ik me ook. Maar ja, we hebben nu de laatste 10 wedstrijden hebben 17 punten gehaald. Nou, dat is gewoon hartstikke goed. En dan doe je heel leuk mee. Alleen we hebben een slechte start gehad, dus dat had ik liever willen wegknippen. Maar dat is de realiteit. En we moeten zorgen dat we elke wedstrijd, dat we jongens fit hebben. Dat we zoveel mogelijk jongens aanwezig hebben. En dan kunnen we van iedereen winnen. Nou, we hebben een lastig programma straks na de winter. Dus het zal moeilijk zat worden. Maar we moeten elke wedstrijd ons goed voorbereiden. En nou, dan heb ik daar absoluut vertrouwen in dat we genoeg wedstrijden winnen. Geniet je van dit vak? Ik vind het leukste wat er is, ja. Ja, voetballen zelf is leuk, maar het hele managen van een team en om bepaalde strategie te ontwikkelen richting tegenstanders en je eigen ploeg en de hele ontwikkeling. We maken dit jaar een heel proces mee. Ik zelf als trainer, maar ook gewoon de hele groep. Hoe we zijn begonnen en hoe we er nu op staan, dat is gewoon enorm leuk om daarmee bezig te zijn. En dus ik vind het trainersvak qua baan het leukste wat er is. Ik heb het idee dat jij dat ook vindt, Bert. Ja, natuurlijk vind ik dat. Ik zou geen bal meer willen schoppen zelf in het veld. Het is ook beter voor de mensen dat ik niet meer meevoetbal. Maar ja, ik vind het trainingsvak mooi. Bezig zijn iedere dag met mensen beter maken, spelers beter maken. En ja, daar krijg je energie van. En de ene keer verliezen, de andere keer win je. Maar het feit dat je bezig kan zijn met een groep, daarom ben je trainer geworden. Dat je daar je stempel op kan drukken. Ja, dat vind je mooi om te doen. Met een begeleidingsteam samenwerken, tot een plan komen. Ja, ik hou daarvan. En Chris ook duidelijk wat dat betreft. Dus we zijn pure liefhebbers. En nou ja, vandaag waren wij de winnaar en dan ben je net iets gelukkiger. Maar Chris neemt zo'n deuzel wat in de bus en dan is hij het ook wel weer vergeten. Mannen van de club, hè? Ja, dat is leuk. Hè? Dat is leuk. We krijgen de kans. En het is niet zo dat je hem gratis krijgt of zo. Hè? Niet zo, we hebben hem wel verdiend. Want anders, je krijgt niks. Je moet er hard voor werken. En dat hebben we gedaan. En ik spreek dat voor mezelf, maar
Maar je moet ook zo, het is ook zo, je moet het ook waarmaken. Dus dat is ook zo in het voetballen. Je moet altijd presteren en de spelers moeten presteren en wij als trainer ook. Dus zo werkt het. Ja. Zo werkt het. Namens DVS TV, hele goede feestdagen. Geniet ervan. En we hopen dat alles en iedereen open en eerlijk naar elkaar toe blijft. Bedankt. Geen dank. Bedankt. Graag gedaan. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.